Hey beste mensen, Ben van Essen hier van Ashton Music Academy. En vandaag ga ik je laten zien hoe je popvocals kunt produceren. Als je naar liedjes op de radio luistert, dan valt het je misschien op dat heel vaak je niet alleen maar één zanger of zangeres hoort, die netjes in het midden één spoortje zingt, maar dat er vaak heel veel achtergrondkoortjes en achtergrondzang wordt gebruikt om het liedje veel groter te laten klinken dan dat het is. En dat ga ik je vandaag laten zien. Ik heb dat gedaan in een liedje wat ik aan het maken ben. En ik ga je eerst even een stukje laten horen van het tweede couplet van het liedje. Het heet I Am Ready. En daar heb ik alleen maar één zangspoor aan staan. Alleen de één lead vocal. En dan ga ik je daarna een paar trucjes laten zien die je kunt gebruiken. Of technieken die je kunt toepassen om het liedje groter te laten klinken. Want ik ben maar in mijn eentje, ik ben één zanger. Ik heb niet een achtergrondkoor hier of achtergrondzangers die het liedje interessanter kunnen laten maken. Dus dat moet ik zelf doen. Nou, ik laat je eerst even een stukje van het tweede couplet horen. Oké, nou dat klinkt best wel klein en dun, maar een trucje die je kunt toepassen is door precies hetzelfde te gaan zingen en dat noem je dubbelen. Dus door de lead vocal te gaan dubbelen, klinkt het alsof het veel groter is. En dat is een trucje die de Beatles vroeger ook al toepasten in de jaren 60. En wat je dan ook meteen toepast is een soort natuurlijke autotune. Want wanneer je twee zangers hebt die allebei precies hetzelfde zingen, dan zul je hebben dat de ene er soms net even ietsjes boven zit qua zuiverheid en de andere er net ietsjes onder zit. En dat geeft een hele mooie wisselwerking. En daardoor krijg je een natuurlijk soort autotune effect, noem ik dat maar. Daardoor lijkt het alsof er zuiverder gezongen wordt. Nou, de Beatles gebruikten dat dus heel vaak. Maar vandaag de dag hoor je dat ook nog in superveel top 40 liedjes terug. Denk maar aan Katy Perry. Als je wel eens liedjes daarvan gehoord hebt. Wat zij meestal doet, en dat is een trucje van producer Max Martin, is zij heeft dan één of twee zangsporen in het midden, haar lead vocals, en dan dubbelt ze dat in de refreinen nog met twee zangsporen die precies hetzelfde zingen, maar die zijn naar links en naar rechts gepand. Dus dan krijg je een enorme vocal en zij zingt precies hetzelfde. En ze zorgen dan dat alle lettergrepen precies onder elkaar zitten, zodat het heel strak wordt. En dan lijkt het dus alsof de zang veel groter is dan dat hij daadwerkelijk is. Nou, dat ga ik zo ook nog een klein beetje toepassen. Maar ik ga je eerst laten horen hoe het klinkt wanneer je het gaat dubbelen. Wanneer je de lead vocal gaat dubbelen. Dus dat heb ik hier gedaan. Met mijn tweede zangspoor. En dan zing ik precies hetzelfde. En dan samen klinkt dat heel anders. Luister maar. When I live my dreams, I can be myself. When I'm living life, I am somebody else. I am black and white, I am beggar and king. I've got no clue how to do this. Oké, eventjes tot daar. Nou, wat je hoort is dat het natuurlijk niet perfect recht onder elkaar staat. Er zijn wel manieren om dat te kunnen doen met bepaalde plugins. Dat heet Vocal Align. Daarmee kun je zorgen dat het echt exact hetzelfde wordt. Maar ik vind dat niet zo heel natuurlijk meer klinken, dus ik gebruik dat meestal niet. Maar het is leuk om een soort van wel een organische sound aan te geven. Dus dat het lijkt alsof dus dat het gewoon klinkt dat ik het twee keer gezongen heb en niet dat het heel erg bewerkt is. Nou, dat is dus een trucje die je kunt toepassen om je zang groter te maken, dus door het te dubbelen. Het krijgt er veel meer kracht mee. Nou, wat ik dan nog heb gedaan, dus in de tweede helft van dit tweede couplet, heb ik een tweede stem gezongen. Die ik ook in het midden gepand heb. En die heb ik ook weer gedubbeld. Dan ga ik je eerst even laten horen hoe dat klinkt. Wanneer je één van die tweede stemmen hoort. My 9-to-5 is closing down. And I won't be late. Cause I'll finally be fine. My watch stopped ticking. My battery died. I am ready for everything new. Oké, nou je hoort nu heel goed dat dat gewoon één zanger is, dat ik dat één keer gezongen heb. Maar wanneer ik dat dubbel, klinkt het ineens veel groter. My 9-to-5 is closing down and I won't be late cause I'll finally be fine. My watch stopped ticking, my battery.
dat wordt het veel interessanter door. Het klinkt er zelfs een beetje vrolijker door op de een of andere manier. En dat is, vermoed ik, doordat we dat, die gedubbelde sound associëren met liedjes van de Beatles en jaren 60, wat toch meestal relatief vrolijke muziek was. Maar dan gaan we naar het refrein. En dan zie je dat ik nog vier sporen heb. En dat komt doordat ik de hoek van het refrein, die ik je zo ga laten horen, ook nog eens gedubbeld heb, maar die links en rechts heb gepent. Dus een beetje op de Katy Perry manier, zeg maar. En daar zie ik ook nog eens een tweede stem overheen, die ik ook weer gedubbeld heb en links en rechts heb gepent. Nou, dus je ziet al dat je zo aardig snel al een hele hoop zangsporen krijgt. Maar dat komt doordat je het allemaal twee keer opneemt. En soms kun je het zelfs op drie keer opnemen of zoveel als je wilt. Het ligt eraan hoe groot je het wil maken. Hoe meer je opneemt, hoe meer of hoe groter het wordt. Oké, dus dan laat ik je eventjes het refrein horen met eerst alleen de gedubbelde lead vocals die in het midden gepand staan. I am ready to go to where I've never been. I am ready to see places that I've never seen. Okay, tot daar. Nou, dat klinkt nog vrij saai. Het klinkt een beetje neutraal. Het is niet zo interessant. Maar als ik nu de gedubbelde hoeks erbij pak. Dus de hoek, dat is het I'm ready. Dat heb ik nog een keertje gezongen en dat naar de zijkanten gepent. Nou, dan krijg je dit. I am ready to go to where I've never been. I am ready to see places that I've never seen. Dus doordat ik dat gedubbeld heb, leg ik daar nog heel erg de nadruk op. Dan versterk ik die hoek. Dus een hoek, dat is iets wat blijft haken in een liedje. En dat is in dit geval I Am Ready. Dat is ook de titel van het liedje. Dus ik wil dat dat sterk overkomt bij de luisteraar. En door dat te dubbelen, versterk je dat. Nou, dat maak ik nog sterker door die hoek een tweede stem erbij te zingen. Nou, en die heb ik dus ook weer naar de zijkanten gepand. En dat klinkt zo. I am ready. Nou, dat klinkt een stuk beter, toch? Het wordt er veel groter van en het is nu nog niet eens echt goed gemixt. Dit zijn nog vrij droge opnames. Maar ik ga je nog een keertje het verschil laten horen. Wat ik ga doen is, ik zet eerst het refrein aan met alleen één lead vocal. En dan de tweede helft zet ik de rest van de zangsporen erbij, zodat je het verschil kunt horen. Zodat je kunt horen wat het verschil is wanneer je een goede vocal productie gebruikt. Dus extra zangsporen maakt. Komt-ie. I am ready to go to where I've never been. I am ready to... Oké, nog een keertje. Everything new. Dus ga dat maar eens proberen in een liedje, zeker wanneer je popmuziek maakt, wat je stevig wil laten overkomen, waarbij je je boodschap ook nog wil aandikken en waar je de nadruk op dingen wilt leggen. En zorg maar dat je je zang wat breder gaat maken. Dus pen het helemaal naar links en helemaal naar rechts. En dan zul je zien dat het ineens heel anders gaat klinken dan wanneer je alleen maar één zangspoor in het midden hebt staan. Nou, ik hoop dat dat helpt. En wil je nou nog meer mixtips, dan heb ik een hele handige Home Studio mixstappenplan gemaakt, die je gratis kunt downloaden door op de link hieronder te klikken. Daar leg ik alle stappen uit die je door kunt lopen om een goede mix te maken in je Home Studio. Dus met gewoon de spullen die je al hebt. En ik ben heel erg benieuwd, wat zou jij nou nog willen weten over muziek maken in de Home Studio? Heb je misschien bepaalde dingen waar je tegenaan loopt? Weet je niet wat voor apparatuur je moet gebruiken? Enzovoort, enzovoort. Laat het me weten in de comments hieronder. Ook als je nog vragen hebt over dit filmpje. Laat gewoon even een comment achter. En vergeet niet te abonneren. Dus klik op abonneren. Want elke week maak ik weer nieuwe filmpjes over muziek maken in de Home Studio. En dan zie ik je dus hopelijk volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Ciao!